Oké. Het is dat trainpark nog hartstikke rustig. Er is nog weinig reuring. Maar dat wordt het weekend anders. Hans Hogewerf, de technisch coördinator. Hoe moet je eigenlijk noemen, Hans? Noem maar gewoon Hans. Gewoon Hans. Ja. En in de functie van? Artistiek coördinator. En wie dat verzonnen heeft, weet ik niet. Maar ik noem mezelf maar een AC'tje. Een AC. Hans, jij hebt het ongetwijfeld hartstikke druk in die laatste dagen naar de officiële opening. Het is druk, maar het is leuk. Het is zo ontzettend leuk druk. Gewoon omdat je alles wat met z'n allen in die maanden hebben voorbereid, komt nu op zijn plek terecht. En wat je net zegt, het is hartstikke stil nog. Maar dat gaat vanavond al veranderen, gaat morgen al veranderen. En vrijdag is het gewoon een groot circus. En jij ziet alles wat je bedacht hebt, dat zie je ook gebeuren. Nou, ik zie wel alles wat ik bedacht heb, maar ik zie vooral dingen die arrangeurs bedenken. En dat is nog leuker. Want je kan zelf allerlei dingen doen, maar wat anderen doen en waardoor ik verrast word, dat vind ik leuk. En als mensen dan hulp nodig hebben, dan ben je er eventueel in? Nou, ik ben in een verzekerde leeftijd gekomen dat ik zelf niet meer werk. Onzin. Nee, maar wij kunnen wel hulp bieden, maar ik ga niet aan een boot zelf lopen timmeren. Nee. Maar als ik iets kan regelen voor iemand, dan gaan we dat doen. En in de adviseren zie je waarschijnlijk. Absoluut, absoluut. Ik wens jou heel veel plezier en een mooie opening vrijdag. Ja, dat even een paar dagen. Een paar dagen plezier hebben en dan echt genieten. 3 dagen lang. Ik wens jou plezier.